Hallo, ik ben Hanne Kallewaert van Hondenmanieren en ik ga het met jullie hebben over een heel specifieke vraag, namelijk of je nu best een hond kan adopteren of een pup kan kopen. Het is een heel moeilijke beslissing waar je niet alleen moet over oordelen. Je hele gezin is erbij betrokken, de mensen die bij jou op bezoek komen, professionals die er een eigen mening over hebben. Meestal als je vertelt, ik ga binnenkort een hond in huis halen, heeft iedereen een mening en lijkt het ook nogal sterk verdeeld. De ene is enorme aanhanger van een hond adopteren en ziet het als een vorm van een leven redden en dat dat de ene mogelijke optie is. En de andere ziet dan net de voordelen van een pupje in huis halen, dat je dat naar je hand kan zetten en dat je dan veel meer keuze hebt van soort ras en soort karakter. Nu, ik ga je vandaag mijn mening geven als hondengedragstherapeut. En ik zal misschien beginnen met eventjes te vertellen over mijn eigen hond en waarom ik voor haar heb gekozen. Mijn eigen hond ligt hier momenteel naast mij in de zetel. Ik zal ze even tonen. Dat is Moes. Zij is een Jack Russell'tje dat ik uit het asiel heb gehaald. Ze was toen 4 jaar en nu is ze momenteel 12 jaar, dus ik heb ze al een tijdje bij mij. Nu, wat heeft mij daarin opgevallen? Ik ben naar het asiel gekomen met een bepaald idee. Ik wist heel goed wat ik nodig had. Ik had een hond nodig die heel graag wandelde. Ik had een hond nodig die ook goed alleen kon zijn. En dan dacht ik onmiddellijk aan een terrier. Omdat dat zelfstandigere honden zijn en eigenlijk gekweekt zijn om op zichzelf een hele dag zich bezig te houden en te jagen en beesten te vangen. Dus het leek mijn hondje met veel uithouding en die toch ook alleen kon zijn. En waarom was dat voor mij belangrijk? Omdat ik dan wel redelijk wat uren aan een stuk weg was. En dat maakte ook onmiddellijk dat ik zeker geen puppy zou kiezen. Als je fulltime werkt, is het heel moeilijk om een puppy goed op te voeden en om hem zindelijk te krijgen. En het leek mij niet haalbaar om dat te doen met de huidige situatie van mijn job. Dus koos ik voor een adoptiehond. En ik ben toen binnengekomen in het asiel en eigenlijk was onmiddellijk mijn oog op haar gevallen. Nu, de zin is dat je over mij moet weten. Ik had altijd gezegd tegen iedereen van mijn familie, ik ga nooit een Jack Russell houden. Waarom was dat? Omdat de meeste Jack Russells die ik kende, sprongen, blaffen, beten, enorm wild waren. En ik zag dat echt niet bij mezelf passen, omdat ik eerder rustig ben van aard. Maar toen ik haar zag in het kotje, zag ik direct, dit is wat ik zoek. Ze stond daar rustig te kwispelen, me vriendelijk uit te nodigen. Ik heb dan eventjes mijn hand voor de tralies gehouden en mij gebukt en gekeken hoe ze reageerde. En onmiddellijk ging ze breed kwispelen en gaf ze een likje aan mijn hand. Zonder enig gespring of geblaf, waarvan ik redelijk onder de indruk was voor een hond in het asiel. Dus hebben ze eens uit het hok gehaald om te bekijken wat haar gedrag was vrij. En dan zag ik onmiddellijk dat ze enorm geïnteresseerd was in de omgeving en ging snuffelen. Dat ze heel graag wandelde. Dat ze niet gauw verschoot van iets. Dat ze niet echt angstig was naar mensen toe. En dat ze heel beleefd was. Ze gaf mij geen duw, ze gaf geen trok. En ze was heel voorzichtig in het omgaan met mensen toe. Wat voor mij een enorm pluspunt was. We hadden ook een andere hond bij waar ze regelmatig bij zou moeten vertoeven. En die moest eigenlijk niet zoveel van Moes weten op dat moment. Het is nogal een angstig hondje. Dus een nieuwe hond was voor haar een beetje te veel van het goede. En wat ik opmerkte was dat Moes onmiddellijk dat respecteerde en niet ging aandringen, wat mij vertelde dat ze eigenlijk wel gewend was van om te gaan met andere honden en dat ze wist wat gepast was om ermee om te gaan. Dus ik was blij met mijn keuze. En ja, zoals je ziet, ze is nog altijd goed bij ons terecht en is ja, nog altijd de hond van mijn dromen. Ik heb al een aantal voorbeelden gegeven nu van waarom je voor een hond uit het asiel kunt kiezen.
Voor mij geeft het een meer zekerheid op het karakter. Eigenlijk het omgekeerde van wat de meeste mensen zeggen. Je hebt te maken meestal met een volwassen hond die al volledig is opgegroeid. En je kunt daar beter een karakter zien dan van een puppy. Van een puppy is het eigenlijk aangetoond dat als je gedragstesten uitvoert bij jonge puppy's jonger dan 8 weken, zo oud als dat ze bij de kweker zijn. Dat die tests niet helemaal overeenkomen met hoe ze later zijn. En heel veel mensen komen ook bedrogen uit. Dat ze het rustigste hondje van het nestje hebben, die dan opgroeit voor een heel wilde hond te worden. Dus dat is heel moeilijk te voorspellen en blijkt ook aangetoond te zijn dat het heel moeilijk is om dat te doen. Daarnaast hoor je ook uit mijn verhaal dat Moes niet de typische Jack Russell is. Stel dat jij nu zegt, ik ga een Jack Russell puppy kopen, want ik wil een die echt zot is, onnozel is, waar ik mee kan lachen, waar ik mee kan springen, die 20 keer achter hetzelfde balletje loopt, dan was Moes echt niet wat je zou verwacht hebben, want balletjes interesseren haar helemaal niet en je kan ze bijna niet enthousiast maken, of het is voor een koekje, of ja, voor een wandeling, maar zelfs dan nog, echt een onstuimig hondje zou je er niet kunnen van maken. Dus ook het ras geeft niet altijd een volledige indicatie. Het helpt wel, en het is heel belangrijk om goed te lezen over rassen en te begrijpen hoe ze in elkaar zitten. Maar het is geen garantie. Het is niet zo dat elke hond van hetzelfde ras zich hetzelfde gedraagt. En wat ook zo is, is dat als je leest over de rassen, dat heel vaak ze een rooskleurig plaatje geven. Het is veel beter van eventjes te informeren bij je dierenarts, bij je trimmer, bij een hondentrainer, bij de hondenschool. Mensen die heel veel in contact komen met andere honden en verschillende rassen, die hebben soms een realistischer beeld over hoe de honden in de realiteit zijn. Of je weet het misschien vanuit je eigen ervaring. Maar het is wel belangrijk om daarbij stil te staan en voor het goede ras te kiezen. Maar weet dat er uitzonderingen zijn. Als je dan toch zou kiezen voor een puppy te nemen, is het niet alleen belangrijk om naar het ras te kijken, maar ook vooral naar een goede kweker. Een kweker bepaalt eigenlijk hoe de puppy start in het leven. En op dat moment zijn de puppy's net extra gevoelig. Ze onthouden veel meer van die eerste weken van hun leven, eigenlijk van de eerste 12 weken van hun leven, dan van latere gebeurtenissen. En wat we zien is dat als ze bij een kweker zijn waar ze constant in een hokje zijn opgesloten en weinig beleven, weinig meemaken, dat die honden veel angstiger zijn en veel meer kans hebben om later agressief te worden. Dus het is geen goed idee om een hond uit een kennel te halen. Het is beter dat de puppy's opgroeien in het gezin en rondlopen in de living en alle dingen waar je wilt dat ze niet op reageren, al mee in contact gekomen zijn. Dus dat is ook heel belangrijk. En voor de rest is het ook wel belangrijk dat je op de juiste leeftijd de puppy in huis krijgt, hè, dat die aan 8 weken naar jou komt. En niet vroeger of niet later, want anders heb je ook meer kans op gedragsproblemen. Wat een enorm voordeel is van een puppy in huis halen, is dat hij nog zo jong is dat hij aan van alles kan wennen. Dus als je echt wil een hond opvoeden die om kan gaan met je katten of met je konijnen of met andere huisdieren dat je hebt, dan moet je eigenlijk bijna zeker voor een puppy kiezen, omdat die dit nog kan aan wennen en het niet noodzakelijk ziet als een prooi. Als je een hond uit het asiel haalt, is die kans kleiner. Er zijn honden die zeker overweg kunnen met katten of konijnen, maar het is moeilijker te voorspellen en je kan je kat of konijn niet zo makkelijk meenemen in het asiel om te testen of het wel zou lukken. En dat wil nog niet zeggen dat het hetzelfde is als ze bij jou thuis komen. Dus een puppy is op dat gebied wel een veiligere optie. Ook als je ze wil trainen voor een heel specifieke functie, is een puppy veel interessanter. Als je zou zeggen, ik wil een speurhond, een jachthond trainen die meegaat en een functie uitoefent, dan kan je best naar een kweker gaan die ze voor dit doel kweekt en ze dan ook van begins af aan correct kunt opleiden. Dus dat is een beetje in een vogelvlucht mijn mening over waarom je voor een pup kiest of waarom je voor een adoptiehond kiest.
Zoals je merkt, zijn alle twee voor- en nadelen. Het enige dat ze alle twee gemeenschappelijk hebben, is dat een hond sowieso veel werk is, veel planning vraagt. En het vereist ook dat elk lid van het gezin er volledig achter staat. Als één iemand het absoluut niet ziet zitten, kan dat heel je opvoeding onderuit halen. Dus bespreek het met je gezin, plan het goed uit en neem je tijd. Hè. Als je een hond hebt gevonden in het asiel dat je een klik mee hebt, het kan altijd aangewezen zijn om er nog eens een nachtje over te slapen en het laten te bezinken. En laat je ook niet overhalen door een puppy die nu beschikbaar is. Er komen nog latere nestjes bij dezelfde kweker die even goed zijn. Maar neem je tijd om erover na te denken. Wil je graag nog meer informatie hierover? Je kan ook altijd eens kijken op mijn blog. Ik zal straks de link posten. Ik heb daar een artikel geschreven over dit onderwerp. Dus je kan alles nog eens rustig nalezen. En er staat ook nog extra info in. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.